Het was de voorzitter van de Raad van Commissarissen André Lieshout die de nieuwe man aan het roer van NAC Breda vanochtend presenteerde. Zijn naam is Stefaan Eskus. Ik kom uit sport vandaan. Ik ben bij de MCM Edmonds begonnen in 1994 toen de NFL een Europese competitie startte. En ben daar geëindigd in 2007 als directeur. En dan nu voetbal. Dat is wel een hele andere tak van sport. Ja, het is een andere tak van sport en het is ook wel een beetje vreemd, want ik had me eigenlijk al heel lang geleden voorgenomen om nooit bij een BVO te gaan werken. Maar ik heb een periode van allerlei activiteiten achter de rug de afgelopen 4 jaar, waar ik als zelfstandig sportmarketeer bezig ben geweest. En vond het toch eigenlijk wel weer tijd om in een team met een club mensen te gaan werken. Toen kwam de vacature van NAC, die kwam me onder ogen in de maand oktober. En toen dacht ik van ja jongens, dit is toch wel heel erg op mijn lijf geschreven. Stefaan Eskus wordt dus de nieuwe directeur van een club dat een roerig jaar kende, omdat er vanwege te veel uitgaven flink gesaneerd moest worden. Ed Busselaar haalde als interim directeur flink de bezem door de club, die er nu financieel iets minder slecht voor staat. Het allerbelangrijkste vind ik dat we stappen gezet hebben die nog niet klaar zijn, want we worstelen nog steeds met die liquiditeit. Dus ik vind niet dat het geweldig gegaan is, maar dat we wel grote stappen hebben gezet. En die lijn moet Stefaan Eskus doortrekken. Absoluut, en dat gaat hij ook doen. Ik hoor dat Ed een enorme goede job heeft gedaan de afgelopen periode. En in de periode die gaat komen om de kostenkant goed op orde te gaan krijgen. Nou, dat is gelukt, of dat lijkt te lukken. En nu is het taak dat we aan de inkomstenkant verder gaan groeien. En daar ligt mijn voornaamste taak in eerste instantie. Stefaan Eskus treedt per 1 maart in dienst bij NAC Breda. De eerste paar maanden wordt hij ingewerkt door Ed Busselaar.